Goedemorgen, het is dinsdag. Gregor is al naar zijn werk en ik ga vandaag thuis werken. Morgen ga ik naar Cannes, dus ik moet nu even goed vooruit werken. Was ik al mee bezig, maar nu extra zeg maar voor Cannes en daarna. En we gaan dan weer over 10 dagen naar Jamaica. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben nog blauw van die behandeling van gisteren. Het leek mij het ideale moment om dus een tutorial daarvan op te maken. Op te nemen, hoe je dat kan bedekken. Gregor had gisteren boodschappen gedaan, heeft hij allemaal superfoods gehaald. Check deze, cacao nibs. Een soort mini stukjes cacao. Ik vind cacaobonen puur heel vies. Ik ben benieuwd hoe dit smaakt. Ik word knettergek van dit probleem. Elke keer als ik een filmpje versnel, in dit geval heb ik dan GoPro beelden versneld, krijg ik een frame error. En dan moet ik op zoek naar een frame. In dit geval is dat dus frame 8142. Nou, dan zoek ik die op. Dan knip ik daar eventueel een stukje uit. En dan doet hij het weer niet. Heeft hij weer een andere seconde. Het is echt... Ik ben al uren bezig met dit stomme frameprobleem. Want bij de ene video lukt het weer wel. En nu gaat het weer helemaal mis bij de dubbelfris video. En daar heb ik zoveel uur editwerk in gestoken. Het is inmiddels 4 uur. Ik heb gewoon, denk ik, 3 uur zitten editen. Dat ding. Oh. Ik ga even naar het postkantoor. Ik heb een hemdje aangetrokken en een kort broekje. Het is zo warm. Echt, oh. Ik wilde dus een tutorial opnemen net, maar de camera deed het niet, de spiegelreflex. Heel gek, want de batterij had ik echt net opgeladen, was helemaal vol. Maar hij was nu dus helemaal leeg. Maar het is dus heel erg warm en die camera stond in de zon. En blijkbaar, Gregor die appte, die zei dat is echt de nummer 1 reden waarom batterijen leeg gaan. Hè? Warmte, zon. Dus, oh, daar had ik niet op gerekend. Hallo, Chipski. Ja. Ik mag dit hondje even filmen. Kijk hoe klein je bent, kom maar. Oh, oh, dat is zacht ook. Lief hoor, dankjewel. Weet je wat ik aan het kopen ben? Broccoli voor de broccoliburgers en brood en kaas. Gisteren was ik op het kantoor bij Social en bij Bochmijn. Toen had ik een boterham met kaas en ik vond het zo lekker. Ik dacht, ik heb Kralingenburg gegeten. Ik ga brood en kaas kopen. De hele tijd denk ik wel aan. Kijk wat ze tegenwoordig hebben. Candy Crush snoep. Niet dat ik het ga kopen, maar het is wel heel cool. Het was altijd mijn droom om die op te eten. Die hebben ze trouwens allemaal American Food. Ik heb even boodschapjes gedaan en dan ga ik weer terug naar huis. Oh, misschien moet ik maar eens een oldschool dieet gaan doen. 2 keer per dag 2 boterhammen, 's avonds aardappelgroenten en vlees. Maar ik hoorde dus ergens dat tegenwoordig natuurlijk het brood en alles heel anders is dan vroeger. Dus het zou niet meer hetzelfde zijn. Dat is wel jammer. Poefjes thuis. Hola. Oh. Nou, er is een huis die wij heel leuk vonden. Dat is nog steeds leuk. Hij is nog steeds heel leuk. We zijn een klein beetje verliefd op. En daar waren we heel erg serieus naar het kijken, maar waarschijnlijk kopen andere mensen hem al. Toch? Nee, nou ja, andere mensen hebben hem hoog geboden. Ja. En al meer als wij mee zouden beginnen. En wij vinden dat hij is dat niet waard, dat bedrag waarop ze hem geboden hebben. Ja, ja, zij willen er waarschijnlijk gewoon te veel voor hebben, de verkopers. Ja. Vind ik. Jammer. Dus. We zaten echt op het randje van zeg maar, echt nou ja, hele plannen. Ja, maar ook hele plannen wat we ermee gingen doen en zo. Oh ja, dat wel, natuurlijk. Maar ja, dat moet je altijd wel een beetje doen, want je kunt moeilijk pas gaan plannen als je hem al hebt. Ja, je kan wel, daar niet voor. Ja. Ja, too bad. Moeten we weer wat nieuws gaan verzinnen? Ja. En dit is echt leuk. Dit is Volg de Baas. Nieuw kanaal van Stuk TV. Super vet. We hebben net alle afleveringen gekeken. Het is echt heel leuk. Dus ik ben met Giel aan het whatsappen. En hij is de hele tijd heel erg druk aan het praten en zo. En nu heb ik gezegd, Marcia is dit aan het vloggen. Dit. En hij is helemaal stil van. Poefje, die praat en beweegt nog wel eens in zijn slaap. Ik ga nu Poef nadoen. Oké, okay. Maar vasthouden. Oké, okay, dit is super. Dit was jij vannacht. Het dingetje is niet hier! Het dingetje is niet hier! Welk dingetje? Weet ik wel. Ik zat van lach in te houden. Ik dacht, dan maak ik je wakker. Het was zo schattig. Hé, hey, doe je hoofd in af. Lief. Ik werk altijd vooruit en hier in YouTube kan je goed zien hoeveel eigenlijk. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ik ben Francis er broccoli burgers aan het maken. Het ziet er zo goed uit. Alleen, zij heeft dus zo'n aardappelstamper ding. Dit. Dat heb ik niet. Maar ik heb wel dit. Dit is een
Uit Rusland komt dit, een traditioneel ding. Daar kan je ook mee stampen. En go. Zetten we er ook nog blauwe kaas overheen. Ik had nog vis en rijst. Dat heb ik nu bij elkaar gegooid. Dan kan dat erbij. Dit is zo lekker met blauwe kaas. Oh, het is sowieso heel lekker hoor, maar... Hey, het is 2:00 s'nachts. Ik ben een beetje uitgelopen met editen en doen en zo. En ik moet om 7:45 de trein hebben morgen. Dat is echt heel erg en ik heb nog niet ingepakt voor kan. Chaotisch weer, maar dat ga ik nu doen. Kreko ligt al te slapen en ja, ik moet gewoon vooruitwerken en dingen. Weet je, ik heb je meek in mijn achterhoofd, dus ja, ik moet maar mijn planning houden. En ik ga nu inpakken, even snel. Snel. Ik mag alleen maar mijn handbagage meenemen. Ik vlieg in principe voor 1 feestje over naar Cannes. En ja, dat is zo te doen. Oké, 2:30. Ik moet echt gaan slapen. Nu. Wel trusten. Tot morgen in Cannes. Yay. Check deze sticker. Deze MacBook. Hoe vet is dit? Juice. Ben je met de auto dan?